De Wereld Draait Door. Goedenavond. Beatrice de Graaf, Tim Hofman, tafelheer. Beatrice, de persconferentie waar wij naar uitkeken gaat niet door. Ik weet niet wat, precies wat dat zou kunnen betekenen. Wat denk jij? Dat ze nog druk aan het overleggen zijn. Even over het motief. Daar weten we nog steeds niets van. Heb jij een vermoeden? Nou, er zijn eigenlijk te veel dingen om op te noemen, waardoor de discussie in allerlei richtingen kan gaan begeven. Want het is eigenlijk best al wel het een en ander bekend. Maar er komt een heel gek plaatje uit naar voren. Een heel eng, akelig plaatje van een man die waarschijnlijk betrokken is bij eerwraak. Dat gonst nu in de straten van Utrecht. Deze man was een bekende van de politie in Utrecht. Hij was vaak in de Kanaalstraat, drugsverslaafde. En van hem wordt gezegd dat hij misschien in woede iets zijn, oftewel zijn schoonzus zou hebben aangedaan, of een ex-vriendin. Dus dan zou het eerwraak zijn. Heel even, toch, het gonst in de straten van Utrecht. Het is, neem ik aan, iets meer dan dat, of niet? Ja. Ja, okay. En de tweede, wat, mag je niet precies zeggen wat? Nou, dat is nu nog, zijn ze nu nog aan het bevestigen. Okay, okay. En de tweede wat aan de hand is, is dat het toch echt wel sprake lijkt te zijn van jihadistische motieven. En dat blijkt uit bewijsstukken die zijn gevonden in de auto. Er werd ook al gerefereerd naar een briefje. Waarschijnlijk is er nog een indicatie dat deze man dus ook, naast dat verhaal van die eerwraak, dat ook bevestigd is door vrienden en kennissen uit zijn kring en door de politie, wordt er ook gezegd van ja, er is waarschijnlijk toch ook echt sprake van een jihadistisch motief. Hij zou dat in dat briefje hebben genoemd. Mm-hmm. Hij zou daarna verwezen hebben. En er is nog een derde, wat het helemaal een bizarre aangelegenheid lijkt te zijn. Wellicht, gonst en rond, heeft hij in dat briefje ook verwezen dat deze aanslag een reactie of een wraak is op Christchurch. En dat maakt het natuurlijk heel eng. Dan krijg je echt een soort gewelddadige spiraal van die aanslag in Christchurch, van die rechtsextremist die weer verwees naar jihadisme en zogeheten invasie. En dan krijg je deze aanslag weer als reactie daarop. En in de Turkse gemeenschap in Utrecht zijn ook veel beelden gedeeld. Daar verwijst deze dader niet naar. Mm. Maar er zijn veel beelden gedeeld van Erdogan, die tijdens zijn verkiezingscampagne heel erg die aanslag in Christchurch afgelopen weekend heeft genoemd. Beelden heeft vertoond, ook de livestream heeft vertoond. En heeft gezegd, dit is een campagne van mensen, christenen, tegen moslims. Ze willen ons uit Europa verwijderen. En dat mag nooit gebeuren. Dus maar dat maakt het dus heel moeilijk om te zeggen, het is alleen maar jihadistisch. Die man was ook duidelijk getraumatiseerd. Hij was verward. Maar er zit ook een jihadistisch motief toch waarschijnlijk jihadisme, eerwraak en Christchurch. Ja, dus een hele gekke mix. Begrijp je die mix? Nou, mijn hoofd gonst ook. Hè, van wat is dit nou, een vredesnaam? Als je, en dan probeer je in zo'n situatie van een warboel aan informatie, probeer je patronen of trends te zien. Waar dit op lijkt. Hè. Er wordt vaak gezegd van terrorisme, dat hebben we hier vaak ook aan tafel besproken. Het gaat om de three R's. Ik zeg het even in het Engels, want daar komt dat idee vandaan. Het gaat om revenge, wraak. Het gaat om renown. Ze willen beroemd worden, bekendheid hebben. En om reaction. Ze willen reactie uitlokken. Mm-hmm. Of ze doen zelf iets in een reactie erop. Ik zou daar zelf een vierde R aan toe willen voegen. Radical redemption. En dat zie je steeds vaker bij steeds meer terroristen. We hebben het ook al genoemd. Dat iemand die is vastgelopen, psychisch is vastgelopen, in de criminaliteit is vastgelopen. Hij heeft 2 weken geleden voor de rechter gestaan. Hij heeft al vastgezeten. Hij wil niet nog een keertje vast komen te zitten. In zijn liefdesleven, zijn persoonlijk leven, alles door de war. En dan probeer je met een soort radicale shortcut, probeer je als het ware toch nog een held te worden. Op een hele gruwelijke, cynische manier. Hij probeert dus zijn eigen strafblad schoon te wassen door toch nog iets goeds te doen voor zijn geloof. Het briefje is misschien aan zijn vader geadresseerd. Toch nog, kijk eens, ik ben een goede Turk. Ik doe het voor de Turkse gemeenschap. Ik neem wraak op Christchurch. Echt naar verlossing. Ja, hey, maar dat is dus een antwoord op jouw vraag, op mijn duiding. Hè? Dus dit heb ik nog niet bevestigd. Dat lijkt wel echt min of meer vast te staan, maar dit is dus duiding. Even voor de goede orde. Het is niet zo dat Erdogan opriep tot vergelding. Ik heb dat ook gezien. Dat was niet zo, hè? Nee, wat Erdogan wel onmiddellijk heeft gedaan. Iedereen zei, verspreid die beelden niet. En wat Erdogan deed, hij plaatste ze op grote billboards tijdens zijn verkiezingscampagnes om zijn achterban op te zwepen, om te kijken, kijk, dit is wat het Westen met ons doet. Dit is wat de christenen met ons doen. Mm-hmm. Ja, echt troostrijke woorden waren dat natuurlijk niet. Is dit nou terreur per se vandaag? Dit is terrorisme. Ja. Als je terrorisme ziet als het bewust dreigen met geweld of plegen van geweld en het angst aanjagen van delen van de bevolking of de hele bevolking, en dan ook nog de regering dwingen iets te doen of iets na te laten, maar dan zou ik dat hele briefje echt moeten lezen. Maar is dit een verwarde man of niet, officieel?